Hallo Hilde. Hey Filip. Even geleden van het bloesemseizoen. En nu, ja, ik zie dat de appelen en peren dikker zijn geworden, hè? Ja, de bloesems zijn veranderd natuurlijk in prachtige appels en peren. En dit jaar, je ziet het, het is een beetje minder oogst. Maar eigenlijk zijn ze heel mooi dik. En ze zijn vooral, Filip, super lekker. Ik heb er al heel wat geproefd. De laatste weken zon hebben eigenlijk gemaakt dat er heel goede suikers zijn gekomen. Dus ze zijn fantastisch lekker. Dus je moet ze echt wel heel veel eten. Voor ons is natuurlijk die Croix-France peer super belangrijk hier in Sint-Truiden. Op het toppunt van de pluk in Haspengouw plukken we 20 miljoen kilo fruit per dag. Dus niet alleen 20 miljoen kilo fruit per dag. Dus niet alleen peren, maar appels, peren, eigenlijk alles wat er te plukken valt. En je ziet dat heel mooi nu in de plantages, toch wel de paloxen waar het fruit dan in gaat. Het mooie is dat heel veel in het teken staat van de appelen en de peren in Sint-Truiden. Heel veel activiteit. Ja, zeker. We zetten in Sint-Truiden niet alleen in op het bloesemtoerisme, maar ook het oogsttoerisme. Dus we gaan plukdagen organiseren, fruitige bezoekjes. We gaan ook ontbijtwandeling doen. We hebben de fruitmarkt. En in het najaar begint ook, je kent het, hè, Sint-Truiden by Lights. Die prachtige wandeling door het centrum. Met eigenlijk ja, die projecties tegen de muren van gebouwen. En wat heel bijzonder is, Gloire de Duras is een heerlijke Truiense wijn, daar kan je ook herfstdegustaties gaan doen. Dus we gaan echt inzetten. We willen eigenlijk dat je komt genieten in deze prachtige stad. En waar vinden we dat hoor? Alles op de website. We hebben een fantastisch goede website. Visit Sint-Truiden, de dienst toerisme, waar je heel vriendelijk geholpen wordt door iedereen die er zit achter het onthaal. Ik zou zeggen, echt waar, we hebben een heel goed toeristisch seizoen gehad in Limburg. Met corona natuurlijk, was er heel veel mensen staycation gebleven. Maar nu zeg ik, ja, je moet Sint-Truiden gezien hebben in de oogst. Kom eens fietsen, kom eens wandelen, kom lekker fruit eten. Je moet het gewoon doen.